gaan de vloggen buiten allemaal, jongens. Ja, het om het door te maaien, hè? Jos, je bent een filmster. Ja, zoek mij wat zeg je? Even een deurtje bezig houden, honger. En dat wil ding geven. Wat nog? Ga weg, niet hoor. Ga niet voor elkaar. Sjaal, dan ga je met het ding. Godverdomme, die schuil ik helemaal uit niet. Wat gaat er met het ding? Wat is er dan? Jij hebt even opgespringen, waar? Wat op hier? Zet het ding uit hier. Wat gaat er met het ding? Als je hem goed hebt, wel. Nee, dat ding is niet goed. Alsjeblieft. Ja, dat begrijp ik. Hij schuift nooit rekenen. Kijk, daar gaat het niet eens aan. Ja, dan moet je hem hoger houden en schuin houden. Ja, joh. Jos, kom uit hier. Laat me zenuwen wel aan je dat je er bent. Heb je het gefilmd wat hij doet? Ja, we zenuwen wel aan je. Dat ding is laten maken, want dat ding hebben ze verkeerd gemaakt. Maar dat willen ze niet geloven. Weet je wat? Ja, nee. Dat zit er tegenaan, dat is kut. Nee. Dat zit er tegenaan, dat is gewoon kut. Haal maar uit. Ja, dat doen je wel goed. Hey, zo, Jos, verkeerde kant. Oh, jij wil de stok buigen. Ja, dat is wel. Ik hoop dat het blijft hangen. Jos, als je vast. Niet dat allemaal? Jos, haal er weer lekker bij. Als vast. Peppy en koffie. Kijk, je hebt hier een schroef zitten, dan moet je tegenaan zetten. Zo. Ja. Zware bevalling, hè? Zo. Kijk, hier nog een keer, die andere niet. Dan gaan we vloggen nu. Pak uit de vlog nu. Ik ben Sjors Geuyen. Ik ben een Rotterdammer. Ik ben gisteren 64 jaar geworden. Ik ben eigenaar van het Kruispunt. De Feyenoord Club, lekker druk. Toch het Feyenoord publiek. Ik heb ze nou een beetje onder de duim over te doen. Maar ze waarderen me wel. Sjaan. Het is oma Sjaan en opa Sjors. Graag, hè. Ik ben Sjaan, de eigenaresse. En mijn rol is hier een beetje praten, een beetje werken. Een beetje alles in de gaten houden, dat alles goed ruilt en zeilt. Is dat nodig? Met voetballen zeer zeker, ja. Waarom? We krijgen van alles binnen, overal vandaan. En dan moet je wel eens opletten, ja. Maar algemeen gaat het gelukkig goed allemaal. Kijk, de leukste vrouw is er. Ga binnen. Antillianen waren het. Wat hebben ze gedaan? Ja, dan heb je twee Antillianen hoor. Ja. Nou, dat hebben jullie al hier een biertje besteld en je betaalt niet. Ga ik er lang tot, even voorrijden. Ik ben Danny Singelen. Kom uit Den Haag. Bloedfanatieke Feyenoord supporter. Zit in je bloed. Is zo ontstaan. 1992, mijn opa was ook een Feyenoord supporter. Hart en nieren. Die had een kaartje, extra kaartje. Was Feyenoord tegen AS Monaco. Was in de halve finale van de Europa Cup. Feyenoord had uit 1-1 gespeeld. En Feyenoord moest thuis gaan spelen. En ik maakte er een sfeer mee van, wij gaan naar Lissabon. Daar kreeg ik zo'n kippenvel van. Het is gewoon een verslaving, dat is een pak sigaretten. Zo'n verslaving. Hey, zijn er veel Feyenoorders in Den Haag?
Nou, mijn buurman is een Jood. Vanavond als we verliezen, gaan die ramen eruit. Daar heb ik hem al voor gewaarschuwd. Ja. Sommigen ja, die hebben wel respect voor je. Dat je gewoon zo in de binnenstad de laag loopt met je Feyenoord-taten. Ook een scheef niet. Ja, dat is leuk. Krijg ik een kick van. Ik laat gewoon zien dat ik voor Feyenoord ben. Klaar. Hoe vaak ben je al naar de wc geweest? Ja, nou, net al twee keer. Paar mijn krampie, paar mijn buikie, zenuwen. Ja, je ja, spanning. En nee, bus vanuit Zuid-Holland naar Europa. Wat denk je? Wat denk je? Zo lang als het 11 uur is. Dan weet je wat we hebben. Wat we gedaan hebben. Ja. Ik ben Wouter Akkerman, ik kom van Portugal. Een klein dorpje net buiten Rotterdam. En ja, dit is gewoon een beetje een kroegje waar ik altijd kom van Feyenoord. Voor alle wedstrijden en zo, weet je. Hey, er zijn nu geen uitsupporters in Amsterdam. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het nog steeds kleurloos. Het blijft gewoon een levenloze en kleurloze wedstrijd, die klassieker. Er hoort een klassieker te zijn vol kleur, vol vuurwerk, vol spetterende actie en zo. Maar dat gebeurt gewoon helemaal niet meer. Ik zie dat die noemen ons Feyenoord dus wel kakkelakken. Ja. Die je een tatoeage hebt. Kakkelakken, Proutenbier kakkelak. Ik ben een trotse Feyenoorder. Kakkelak, ja. Jullie weten hoe wij hun noemen, weet je, Joden. Er zullen vast mensen rondlopen met een Jodenster ergens. En ik ben trots om een kakkelak te zijn. Daarom heb ik hem met je. Bekerwedstrijd in Amsterdam Arena. Die gasten moet je laten voetballen. Blijf zetten, man. Hij gaat meer naar daar. Nou kan het. Dat krijg je mee van je opa. En dat krijg je mee van huis af. Maar je gaat fijn dat je eruit gesloten niet. Vooruit jongen, ga je de teugslaan of niet? Ja, dan word je niet mee geboren. Dan ben je, dan word je gemaakt.